wat ik zo graag zou willen, waarop ik zou willen proosten. Vrede met de oosten, vrede met de oosten. Wat ik zo graag zou willen, dat de oorlog zal verdwijnen tussen Joden en Palestijnen. Zet Gaikema nam vanmiddag afscheid van het theater. De 74-jarige cabaretier vindt het na ruim een halve eeuw op de planken te hebben gestaan mooi geweest. Gaikema, geboren in Uithuizen, speelt zijn laatste voorstelling, Wat ik nog graag zou willen, in de stad Schouwburg in Groningen, op zijn verzoek. Ja, en het is ook heel bijzonder de aanleiding waarmee het begon. Meneer Gaikema belde mij, ik denk anderhalf jaar geleden op. Ik heb hier een kantoor in de Schouwburg, aan de zijkant van het gebouw zijn allerlei kantoren. En hij zei van, meneer Kuiper, kijkt u eens naar links. Dat deed ik en dan zie ik namelijk de gevel van het Predinisch College. En toen zei hij van, met zijn mooie timbre van meneer Kuiper, op die school zet ik eerst mijn eerste stappen op het kleinkunst. En ik wil graag dan in de Schouwburg ook dat nu afsluiten. Nou, dat kun je natuurlijk niet weigeren. Op toneel hoor ik al 55 jaar. Het kan beter. Het kan beter. 55 jaar gaf ik commentaar. Maar het werkt tot nu toe voor geen meter. Afwisselend, heel veel humor, maar ook toch heel erg gevoelig. En niet grof, zoals helaas tegenwoordig te veel gebeurt. Heel beschaafd en toch zeggen wat hij denkt. Prachtig. Ja, jammer dat hij ermee stopt, maar ja, overal komt een einde aan, hij is 74, dus dan is het mooi geweest. Zijn kijk op dingen zijn natuurlijk ook wel heel bijzonder. En hij kan het ook, ja, hij is schrijver, hij kan het ontzettend mooi verwoorden. In Den Haag, daar zitten de amateurs, die krijgen nog altijd hun zin. De enige echte vakvrouw, dat was de koningin.